U heeft al een MySerious gebruikersaccount, maar u bent uw wachtwoord vergeten. Hoe lost u dit op? U klikt op inloggen en u zegt, ik ben mijn wachtwoord vergeten. Moet u uw ID invullen, de domein en u moet die verificatiecode die hier rechts staat, moet u overtypen. En u klikt op zend. Vervolgens is er een mail verstuurd naar het e-mailadres wat gekoppeld zit aan dat account. Het kan zijn dat dit natuurlijk even duurt. De mail is binnengekomen. Deze ontvangt u van noreply@jri-myserious.com. Ontvangt u deze niet, let dan op dat hij misschien wellicht in de spambox terechtgekomen is. Hierin zit een link. Daar klikt u op. En in dit geval vult hij al een ander login ID, omdat ik meerdere accounts heb. Dus hierin moet u de juiste login ID invullen. Een nieuwe wachtwoord. En de juiste domeinnaam. En u klikt op inloggen. En hiermee heeft u uw wachtwoord weer gereset. U heeft al een MySerious gebruikersaccount, maar u bent uw wachtwoord vergeten. Hoe lost u dit op? U klikt op inloggen en u zegt, ik ben mijn wachtwoord vergeten. Moet u uw ID invullen, de domein en u moet die verificatiecode die hier rechts staat, moet u overtypen. En u klikt op zend. Vervolgens is er een mail verstuurd naar het e-mailadres wat gekoppeld zit aan dat account. Het kan zijn dat dit natuurlijk even duurt. De mail is binnengekomen. Deze ontvangt u van noreply@jri-myserious.com. Ontvangt u deze niet, let dan op dat hij misschien wellicht in de spambox terechtgekomen is. Hierin zit een link. Daar klikt u op. En in dit geval vult hij al een ander login ID, omdat ik meerdere accounts heb. Dus hierin moet u de juiste login ID invullen. Een nieuwe wachtwoord. En de juiste domeinnaam. En u klikt op inloggen. En hiermee heeft u uw wachtwoord weer gereset.